C, dat is het. En onverantwoordelijk. Iedereen doet het wel eens in de lift. Ja, jij hebt vast ook wel eens een keer met Jack... Je past daar aan het werk. Het was notabene je eerste dag. Ja, maar dat hotel is zo saai. Ja, ik moet toch iets verzinnen om de dag door te kunnen komen? Met een wild vreemde. Ja, wild vooral. En voor ik het wist, stond ik met mijn broek op mijn knieën. Ja, zo gemakkelijk gaat het, hebben jullie. Sorry? Nou, het is algemeen bekend dat homo's vaak nogal makkelijk zijn met seks. Waarom zouden de darkrooms bestaan en dat soort plekken? Niet om koffie met elkaar te drinken. En die parkeerplek achter bij het bos, of ik daar nou 's ochtends voorbij rijd, 's middags, diep in de nacht, is er altijd even druk. Oh ja, nou, ik zwaaide vorige week nog, alleen je zag me niet. Ik wil je alleen maar zeggen dat jij op dit moment heel erg het clichébeeld bevestigt van de op seks beluste, losbandige... Relnicht. Ja, zeg het dan. Maar lieverd, ik wil dat jij weet dat jouw gedrag... Oh ja, nee. En we doen het toch ook allemaal zonder condoom, toch? Nou, lieverd, ik mag toch hopen dat je het niet ook nog eens onveilig hebt gedaan, hè? Oh nee, dat zal wat zijn. Dan is je zoon gay en heeft hij HIV. Oh nee, als je daar maar overheen komt. Dat jij hier niet eens de ernst van inziet, dat baart me nog het meeste zorgen. Oh nee, pas maar op. Ja, misschien word ik wel cabaretier. Of hoewel, in de zorg komen wij toch ook ontzettend veel voor. En in de modebranche, kappers, stylisten, modeontwerpers. Dat is toch gek? De meeste homo's zijn moederskindjes. Maar ik probeer te begrijpen wat er in jouw hoofd omgaat. Je probeert helemaal niks. Je blijft gewoon steken bij je eigen vooroordelen. Ik heb niks tegen het feit dat jij op jongens valt. Ik heb problemen met jouw gedrag. Als ik met een meisje in de lift stond te vrijen, dan was er helemaal niks aan de hand. Dan had ik precies zo gereageerd. Ik wil weten wat er in jouw hoofd omgaat. Oh, zodat wij een goede band op kunnen bouwen, bedoel je? Dat gaat natuurlijk niet lukken als je mij als een wandelend cliché ziet. Weet je wat? Ik ga even een darkroom opzoeken. Ik sta al meer dan een uur droog. Ging dit over het liftincident?